Maar goed. Ik zet gewoon weer even de opname aan. Dan zijn we weer terug voor YouTube. Hi YouTube! Hi! We gaan naar Toasty. Ik zit heel eventjes te kijken hoe dat ik dadelijk de audio nog beter kan krijgen via. Maar dat doe ik bij een andere stream weer. Dus de strijd tegen Toasty. Toasty! Oh, jullie gebruiken een Engels woord! Zomaar. Oké, die honden hebben twee klappen nodig, duidelijk. Maar dan vraag ik mij af. Wie is Toasty? Echt, die honden gewoon een brutale body slam gewoon nog. Die honden die zijn echt sterk. Wauw. Auw. Auw. Wordt dit onze eerste death? Dat wordt onze eerste death. Wauw. Faal. Ik vind het wel grappig hoe dat die beestjes aankomen zo. Kun je die dingen trouwens niet gewoon een beuk geven of zo? Nee, je kunt ze niet beuken. Je moet echt flamberen. Die beesten zijn echt behoorlijk sterk. Auw. Auw. Jeetje joh. Concentratie is real hier bij deze. Ga weg. Schaf uit, kom hier. De fik erin. Ik zeg juist, mijn controle die is nou ook gewoon... Waarschijnlijk is dit nou gewoon een dorst... Nee. Een greenscreen doet goed. Nee, nee, nee. Groen spamklik. De fik erin. Waarom ook niet? Hallo. Dan vraag ik me eigenlijk toch wel af wie die Toasty is dan. Ik bedoel serieus, ik ben iedereen hier aan het toasten met Toasty, maar... Because remember, all toasters toast Toasty toast. Zo leuk zijn als er hier ook ergens vlindertjes zitten. Hi. Dankjewel dat je mij vertelt dat die Toasty heel erg veel trucjes uit. Oh kijk, dat is dus Toasty. Menen we dit serieus? Dat is Toasty. Hij is een vogelverschrikker. Oké. Okay. Toasty is een schaap. Is dat alles wat Toasty doet? Is dat alles wat Toasty doet? Echt serieus, die honden die zijn gevaarlijker dan heel die Toasty. Ik heb er geen woorden meer voor.
Ik heb echt gewoon geen woorden hier meer voor. Nou, in ieder geval, dat was dus deze wereld. Hoe weet je dat het deze wereld was? Niet. Nou ja, je kunt op start inderdaad kijken en bij de gids kijken. En dan kunnen we dus verderop naar de man met de ballon. En de man met de ballon die gaat ons helpen. Ik heb het script ook niet geschreven, jongens. Die stem. Nee. Je mag naar de Vredestichters reizen als je wilt. Dit doet echt veel te veel pijn. Ben je klaar om te gaan? Alsjeblieft, als ik zeg dat we daar naar die Vredestichters gaan, hou alsjeblieft je klep. Alsjeblieft. Dank je. Konden ze nog een meest cringy stem maken daarvoor? Wel, je hebt heel gelijk gekregen. Alsof dat ze je gewoon taunten tot je gewoon echt zo van, oh, jij speelt een spel in het Nederlands, oké. Okay. Zo, jij bent knap hoor. Skas, me druipt er nog net niet vanaf zeg. I don't like this. Nou ja, dit is in ieder geval wel een van de hele grappige levels. Omdat, ja, hier heb je dus over het vlaag of iets, weet je wel. Titan! Welkom bij de Vredestichters. Onze schatten zijn gestolen en worden tegen ons gebruikt. Alsjeblieft, haal onze schatten terug, Spyro. Oké, schatten verzamelen. Schatten verzamelen. Schatje, mag ik je foto? Heb je van mij? Oh jongens toch, hoe fout is dit? Maar hoorde je dat die eerste dan? Roar! Spyro! Roar! Voor een meter. Hoi. Hoi. Dit is wel grappig, want met die kanonnen kun je dus ook echt daadwerkelijk hun neerschieten. Dat is wel grappig. Wat minder grappig is, is dat je hier bunnies hebt en die bunnies... Ben ik een herenmeester? Ja. De bunnies die zijn hier eigenlijk dus een beetje de vlindertjes Sparks gezond houden. Dus laten we gewoon niet geraakt worden. Dat lijkt me gewoon het beste. Het grappigste is, je hebt hier dus zeg maar die gasten. Ah, we gaan wegrennen! En dan zijn ze dus super bang, maar op het moment dat je omdraait, laten ze hun achterwerk zien. Ja, dat deden ze ook al in... Oké, dat was een... Die wist niet of die echt dood zou willen gaan of niet. Maar dat deden ze dus ook al in de originele versie, dus... Ik vind het wel grappig dat ze dat er gewoon in hebben gelaten van... Hey, sorry, maar dat deden we vroeger ook. Het zou wel jammer zijn als ze dat soort kleine dingetjes, kleine details er in één keer uit zeggen halen. Maar goed, dit is dus wereld 2. Vaardigheidspunt verdiend, yay! Yay, ja, like voor de blote bips. Ik ben echt benieuwd wat voor stem dat ze moneybags hebben gegeven in Spyro 2. Echt, hè, die brul op het begin. Waarom zit er een brul in het begin bij? En daarna eigenlijk... totaal niet meer naar die brul toe.
Ik hoop dat jullie de brul een beetje kunnen horen. Ik heb echt bij de volgende livestream even voor YouTube. Bij de volgende livestream ga ik toch wel even een andere setup gebruiken. Want ja, ik ben het niet mee eens. Ik vind de gamegeluid in de video toch een beetje te zacht in mijn mening. Dank je. Zit er daarachter ook nog eentje? Wil je die ook heel eventjes... En als je dan toch bezig bent, ook eventjes die. Dankjewel. Want ja, de grap is juist dat jullie de game in het Nederlands horen. En ja, ik heb een beetje een... Ja, ik vind zelf dat jullie de game niet op het moment goed horen. Ik heb namelijk net heel eventjes de dingen terug... Oh, hoi vuurengeltje! Hi! Sorry! Jeetje! Maar ja, zoals jullie weten, we gaan dus levels nog niet in. We gaan levels pas in op het moment dat we dus de overworld ook 100% gedaan hebben. Kan ik die sprong halen? Tuurlijk kan ik die sprong halen. Kan ik deze sprong halen? Tuurlijk kan ik die sprong halen. Hallo. Haha, je valt dus wel aan, gelukkig. Nog iets achter? Nee. Oh. Daar ging me net goed. Oh, daar zit er ook nog eentje. Oké. Dus dan springen we hier even weer op. Dan weer daarop. Ja, sorry buurengeltje. Het is een nieuwe game. En ja, dan is het inderdaad van... Oh, jij. Wanneer ga je naar de chat kijken? Dat is inderdaad... Gunnar. Ik word bij jou steeds pixeliger. Hoezo word ik pixeliger? Nou, die was makkelijk. Au. Oh, je internet. Oké. Ik zag ook al, ik dacht van, kwaliteit? Nee toch, niet kwaliteitsverlies, nee! Dat was een secret to everybody, daar zitten volgens mij ook nog gems. Nee! Nee, ik weiger! Nee! Ik verzuip! Van Nieuwen. Really? Wacht even, leeft dat beest weer? Sterf jij het waas? Ik weet toch zeker... Oh, kom. Oké, kom op. Je kunt het overleven. Oké. Dat ging me net goed. Sorry bunnies. Mijn Sparks heeft eventjes eten nodig. Iets zeg maar dat ik gewoon dat ding daar even neer moet schieten ofzo. Nee? Pluto. Wat is daar mis mee? Als iemand daar een leuke handtekening van maakt, be my guest zou ik zeggen, weet je wel. Gewoon lekker laten, gewoon... is goedgekeurd. Oké, hier zit verder helemaal niks. Ik zit even te kijken of dat kistje ergens zou kunnen zitten. Maar ja, waarschijnlijk moeten we toch weer helemaal omlopen... Eventjes daar die 3 gems pakken. En ja, volgens mij kun je daar toch die mijn echt wel in, hoor.
Moet je dat soms via die andere kant doen? Tot je dat via deze doet, hier. Kijken, waar zit die opening? Je hebt hier die sprong. Joink. Nee, dat is dicht, dus dat zal wel niet zijn. Dus meen je dat dan? Zie je nou wat er te halen is? Oké, het is echt een sprong die je me net haalt, maar... Ja, nee, daarom gewoon doen, vuurengeltje, als je het leuk vindt om te doen. Gewoon doen. Moink. Nou, hebben we hier gelukkig bijna ook alle gems te pakken gekregen. Oké, daar zitten dus gems volgens jou. Er zijn er maar 7 die ik mis, dus... Level 100% voltooid. Ik ben er blij om. Maar goed, YouTube, we hebben dus weer een paar levels gedaan. We hebben 3 afleveringen opgenomen. Ik vind het wel leuk. Ik hoop dat jullie het ook heel erg leuk vonden. Maar ja, ik hoop jullie natuurlijk wel te zien bij de volgende aflevering. Dan ga ik ook eventjes proberen een andere setup te doen voor qua kwaliteit. Hopelijk dat jullie dus dit heel erg leuk gaan vinden. Dus ik hoop jullie te zien in de volgende aflevering. Ja, willen jullie het een keertje live zien? Link staat in de beschrijving natuurlijk naar de Twitch toe. En ja, de link voor Discord staat ook in de beschrijving. Wil je gezellig meekletsen, noem het maar op. Ik hoop jullie daar te zien. Met dat gezegd hebben, tot de volgende aflevering YouTube. Doei!